Nee, serieus? Ja, ik had je bewaakt. Ja, nu zijn we heel ver gegaan. Ja. Welkom dames en heren, welkom weer bij een nieuwe aflevering van met Remy en Marinho op de bank. Ik moest heel even als ik me nadenken of ik zo vaak gelezen heb. Laat Marinho als eerst. Soldaat. Ja, we zien het alweer. We zijn weer met z'n drieën en dat geeft alleen maar één ding aan. Dat geeft aan dat er weer een glory is. Want Mounir zit in ons midden, Mounir Vaca. Ja, ontspannen man. Marinho Vaca. Hoe is het? Vaca Mounio. Ja, rustig man. Rustig. Vaca Mounio. Jullie zijn weer benieuwd, hè? Vaca Mounio. Vaca. Zo. Lang niet gesproken, Mounio. Kijk. Hoe was je weekend? Kijk, je ziet dat Marinho zijn benen blijft. Hij blijft altijd zo zijn benen. Hij heeft zin. Als hij zin heeft. Hij heeft zin. Hij heeft rest. Oké. We hebben elkaar gedag gezegd. Ja. We duiken meteen in afgelopen weekend. Kunnen we kort overwezen? Kort. We kunnen kort wezen, maar we hebben gala gehad. We hebben gala gehad. We zijn met onze jeugd en één volwassen vechter zijn we gaan knokken. Twee onbeslist, drie verloren volgens mij. Maar we zien het niet als verlies. Ja. We zien het als leermomenten. Ze hebben alle drie echt, alle vijf hebben ze als leeuwen gevochten. En ja, het viel net even de andere kant op. Je weet hoe dat gaat. Ja, maar het was wel, ik zou niet zeggen pech. Maar bij elke was het net niet. Net de andere kant. Ja. Dat je denkt van, oké. Je moet het accepteren. Ja. En we gaan gewoon door. En, Maar ik heb wel weer genoten na lange tijd. Ja, eigenlijk, zomer zat ertussen. Ja. Vakantie, die zomerstop. Ja. Dus wat dat betreft zijn we weer, kijken we nu uit naar de volgende. Dus Royal Diamonds. Royal Diamonds, ja. Daar staan ze allemaal weer paraat. Heerlijk. Ja. Maar goed, de chit-chat. Of heb jij nog iets te vertellen? Nee, man. Je hebt wel goed geslapen van het weekend? Sowieso. Ja, lekker goed geslapen, heerlijk. Oké. Niet zitten rollen in je bed. Nee, kunnen genieten van het weekend. Niks aan de hand. Hoe heeft Marokko beleefd? Ja, ik weet niet. We gaan het zo over hebben, dus we gaan het... Geen idee. Dan gaan we naar de comments. De comments. Als Mounir niet al te veel heeft gedaan dit weekend, gaan we rustig naar de comments. Let's go. Ik heb ook gezien. Dus komt lange tijd. Wacht even, er was één soortige, het was geen beef, maar er werd even gediscussieerd. Ja. We geven niemand gelijk of ongelijk. Nee. Maar wat we wel willen zeggen is, houd respectvol naar elkaar toe. Kijk, we gaan het nooit helemaal kunnen, want kijk, straks, we hopen natuurlijk dat we straks... honderdduizenden volgers hebben op onze site, honderdduizend mensen kijken. Dan gaan we nooit tussen haakjes de mafkezen eruit kunnen halen. Maar wat we wel willen, dat er niet gescholden wordt met lelijke woorden en weet ik wat allemaal. Hou het gewoon respectvol. Ja. Hij mag best heftig. En daarom hebben wij hebben geen vind ik leuk. Wij hebben gewoon respect. Dus onze likes zijn zeg maar respect. Juist. En dat hebben we speciaal, is bewust gedaan. Zodat we niet zo'n social media discussie krijgen met gekke dingen. Nee, kijk, de discussie is prima. Zolang je het respectvol houdt. Ja. Dat willen we zo lang mogelijk vasthouden. En we hopen dat het altijd zo blijft. Maar dat is natuurlijk een utopie. Ja. Er gaan gewoon op een gegeven moment straks... Ja, mafkezen ook onze site vinden. En die gaan op hun manier reageren. Maar we willen zo lang mogelijk... respectvol houden. Maar die discussie mag best hevig, hoor. Juist. Maar houd wel gewoon respectvol en leuk. Oké. Even kijken. Yo, Remy en soldaat Marinho. Heb je dat echt geschreven of staat het? Je gelooft het ook wel niet, hè? Je kan het daar niet geloven, hè? Ja, ik ook niet, hoor. Sorry. Mr. K, en ik ken ze niet allemaal, hè, want dan had ik ze allemaal nemen. Nee, maar die zijn zo. Mr. K.O. Yo, Remy en soldaat Marinho. Vonden jullie Badr er ook te zwaar uitzien? Even kijken. Vonden jullie Badr er ook te zwaar uitzien tegen Uku? Of lag dat aan mij? En aan wie zouden jullie de wildcard geven? Voor de overgebleven plekken, denk dat je echt wat grote namen nodig hebt om een interessante toernooi neer te zetten. Dat kan tippen aan de K1 tijd. Met Uku, Lewidini en Raja is het nog niet aan de hele aantrekkelijke kant. Of kaart. Zo, moet even... Dat lezen. Wacht.
ik stel voor, want we gaan het toch over die kaart hebben. Ja. Want anders gaan we nu die hele kaart doorlopen. Okay, want ik wil eigenlijk wil ik een soort van, of dat we naar Badr toe werken. Ja. Of willen we de comments doen? Want in de comments komen al meteen vragen naar... Ja, maar zodra we het lezen, parkeren we hem even. Ja, maar dan ga je hem vergeten. Nee. Jij zeker? Ja, klopt. Cool. Jij zeker? Sowieso. Dus nee, maar we lezen hem gewoon op. Maar kijk als we het vergeten. Het komt er toch in, weet je? Ja, laten we dan de buddenvraag skippen, maar dan wel de wildcard benoemen? Of zeggen jullie van... Ja, oké. Zodat je er bent, moet Ja, toch? Sowieso. Ja, dus... nou de wildcard. Ja, ik vind... kijk, wildcard moet echt gewoon een echte gevestigde orde... Wildcard moet gevestigde orde zijn. Ja, gevestigde orde. Alleen, ik kijk... Ben Sadiq. Ja, Ben Sadiq. Plasibat. Plasibat, Vroeven. Klaar, ja. Toch? Die drie, ja, alleen die drie. Klaar, de rest, ja. Hoef je niet eens over te hebben. Nee, want de andere plekken zijn echt verdiende plekken. Ja. Ja. Of er moet iemand geblesseerd raken in de tussentijd. En daar kom ik meteen. Ikzelf. Oh, ik zit er te kijken, hij komt in actie gewoon. Oh, ja, doe goed, een aankondiging, nee. Niet zo, nee, wat ik bedoel, ik heb het ook in de uitzending gezegd. Ze moeten dat ding niet verplaatsen. Hoezo, het toernooi. Kijk, ze hebben het toernooi nu verplaatst, toch? Ja. Hij wordt niet meer in december. Ja. Ze hadden gewoon die vaste december moeten aanhouden. Weet je wat ze hadden? Volgens mij hadden ze 30 december in mijn hoofd. Mm-hmm. Ik weet niet meer precies. Maar bijvoorbeeld die laatste zaterdag van december. Yeah. Want K1 deed altijd de eerste zaterdag van december. Yeah. Ah, was mooi geweest als hij die laatste zaterdag van december. Yeah. Kijk, en ik begrijp best wel dat ze een top kaart willen hebben. We zullen de beste vechters erin hebben en bla 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 bla. Mm-hmm. Yeah. Maar als je eenmaal de datum hebt gezet, moet je vasthouden. En weet je waarom? Straks is er weer Pietje gebalanceerd. Dan is de zaal is niet goed. Dan is de, weet ik veel wat, dan is er wat anders aan de hand. Mm. Dan kan je blijven schuiven. Mm. Begrijp je? Ja. Ja. Je moet het niet doen om de vechters. Ja. Begrijp je? Ja. Als die kaart minder is, so what? Dan maak je het eromheen spectaculairder. Mm. Yeah. Of wat dan ook. Maar je moet het niet gaan verplaatsen. Want kijk, ik zal je eerlijk zeggen, ik vind Glory altijd een beetje schuiven om maar de vechter... Weet je, ervaring. Kijk, niks ten nadele van Glory. Ja, maar het is altijd een beetje marchanderen, een beetje schuiven, een beetje dit, een beetje dat. Ja. Als die niet kan vechten, oh, weet je wat voor plaatsen we? Oh, als dit, oh, we doen dit. Ja. Maar je moet een keer zeggen, nee, het dat is nu, dit is het. Ja. En klaar. Ja. Ja. Iedereen moet zeggen. Ja. En als je niet bent, heb je pech. Ja. Heb je pech. Ja. Dus dat. Misschien. Misschien dat Badr zei van, nee man, doe maar eventjes wat later. Begrijp je? Ja. Weet je, en dat moet je niet hebben nee, dus. Nee, dat is waar. Maar ik denk dat ze die fout sowieso al gemaakt om die collision november. Ja, dat is waar. Nee, ja, dat is waar. Ze moeten constant corrigeren. In oktober hadden ze misschien die collision moeten doen. Juist. Ja. Weet je, en het is niet erg als dan een tijdje geen Glory. Nou, ik vind het wel erg, man. Ja, nee, dat is wel erg, maar nee, het was elke maand. Dat is wel goed. Ja. Sorry. Is wel goed. Ja, hij spreekt me op. Ik weet niet wat er op de kaart is. Reem, ik denk gewoon dit. Nee, maar kijk, het is wel goed. Het is wel goed zo vaak, maar... Die, als je kijkt naar bijvoorbeeld november, als je oktober, 15 oktober, eind oktober, hoeft hij met november niet te doen. En dan kan iedereen zich heel goed voorbereiden. Ja. Eens. En zelfs als je niet voelt, kijk, want zelfs in je voorbereiding kan je geblesseerd raken, weet je. Het gaat er gewoon om, ze moeten zich aan iets vasthouden en niet elke keer schuiven. Ja, maar die reputatie hebben ze wel echt aan hunzelf te danken. Nu dat ze elke keer iets opschuiven, dan is het weer dit, dan is Dus dat zit kijk, zij moeten de baas zijn. En niet de Afghaan warrior. Even kijken. Volgens mij had Marinho gelijk. Er zit misschien echt een vloek op Badr zijn wedstrijden. laatste jaar. Marinho zei dat dingen die hij heeft gedaan, onder andere mishandelingen en et cetera. Ergens ga je moeten betalen in je leven. Misschien is dat het. Ja, maar dan pak je toch sowieso Badr nu.
Dan laten we het meteen erover hebben. Nee, maar we gaan er naar voren. Je pakt toch één zo eentje. We hebben net gezegd, we moeten die niet pakken. Okay. Hij pakt gewoon die. Mijn naam stond op. Hij is goed. Oké, dat was die beef. Wat dat hebben we behandeld. Die beef tussen Afghaan en Provincie. Iedereen wil gewoon wat weten over Badr. Ja. Iedereen. Hey Remy, even wat anders. Videoland moet eigenlijk weer gaan werken met ringside camera commentatoren. Nu doen jullie commentaar gegeven via een schermpje. En ik heb het idee dat jullie niet alles zien wat je wel zou zien wanneer je naast de ring zit. Joe en Todd zitten wel naast de ring en zien vaak blessures zoals die van Rajabazadan tegen Amin. Of uitvliegende bitches veel sneller en kunnen daardoor ook veel beter vertellen wat er gaande is. Niks ten nadele van jou, maar via een scherm zie je gewoon niet alles. Hoe kijk jij hiernaar? Wie was dat? Wim. Ik geef Wim helemaal gelijk. Alleen, ja, ik denk dat het de geldkwestie is. Is niet dat Videoland geen geld heeft, maar ze hebben gewoon een bepaald budget voor zoiets. En ja, ik zit graag naast de ring. En weet je, het is als je af en toe een bloedspetter voelt of een... Of wat dan ook, je zit er wat dichter op, je voelt het enthousiasme van het publiek, weet je? Want ik denk dat je ook beter, de dynamiek voelt, weet je? De klappen hoor je sneller en beter, je kan dingen beter analyseren. En ik heb er vaak genoeg voor gepleit, maar ja... Want toen we commentaar deden met z'n tweeën, toch? Bij Infusion. Ja. Gewoon, we zaten erin. Zit je erin? En weet eens, bij Collision zitten we altijd naast de ring, bij Collision. Ja. Maar bij de genummerde events, dan is het gewoon vanuit de studio. Even kijken. Wat mij opvalt is dat Badr, Jamal en ook Mike Passanier vaak heel spraakzaam zijn voor de wedstrijden. Maar als ze dan verliezen, geven ze totaal geen interviews. Een Rico bijvoorbeeld zal dan wel een interview geven bij UFC of boksen zie je ook dat ze gewoon interviews moeten geven na hun verlies. Volgens mij bij de K1 ook. Ik vind dat Glory wel wat strenger mag zijn daarin. Ik vind dat Glory sowieso strenger moet zijn met alles. Met alles. Dat staat in contract, gewoon doen. Interviews voor, na de wedstrijd. Ook als je pakje gaat, ja. Wij zaten ook bijna met tranen in onze ogen voor die camera. Als je pakje had gehad, mond en blauw geslagen. Yeah. Weet je, bij UFC ziet altijd je gasten helemaal gezicht, helemaal verbouwd. Yeah, en dan staan ze toch een interview te geven. Yeah. Ik vind sowieso, moeten ze daar wat strenger in wezen. Ja, helemaal eens. Goede, wat vinden jullie? Dat was 100% zeker. Ik vind dat Glory nu in zo'n cirkel zit. En ze doen het maar omdat... om bepaalde mensen te pleasen en al die dingetjes, waardoor ze dit gaan krijgen eigenlijk. Ja, ik vind nog steeds dat Glory moet de baas zijn. De vechters zijn niet groter dan de sport. Juist. Weet je, en dat moet het gewoon zijn en ten alle tijden. Wat ze zeggen, als je kijkt naar UFC, Adesanya verloren, geeft interview. Maar boksen ook. UFC Dana White, hè? Ja, hij is een baas. Hij is een baas. Ik zag laatst ook dat iemand die vocht heel goed, maar had een grote mond. Volgens mij gingen ze selecteren van wie ze bij de UFC. Iemand had een grote mond, hij bleef maar praten. Dana White zei: je bent goed, maar je hebt een grote mond, maar je praat veel. Ik hoef je niet te horen. Dus had hij hem niet genomen. En op een gegeven moment zorgden ze iemand voor een vechter, maar ze konden niemand vechten. Iedereen weigerde. Toen zei hij, call Big Mouth. Dus dat was die keer met En die is toen wel erin gekomen. Maar weet je, zo laat je zien van, hé, luister dan. Je kan wel goed zijn of zo, maar ik ben hier de baas. En dat hadden ze vanaf het begin moeten doen. Ja. Want nu zitten ze er een beetje aan vast. Juist, precies dat. En soms het is raar als je ineens... En soms merk je een beetje dat ze het bij de ene vechter wel doen en bij de andere niet. Weet je, in het verleden... zijn jongens gewoon eruit gegooid voor het minst geringste, weet je. Kijk, natuurlijk is het nu een ander beleid, maar ze hebben nog steeds een beetje hetzelfde van toen. Want weet je wat ik nog steeds spijtig vind? Hoe heet die Paul? Die van Dingens had gewonnen? Brozek. Ja. Vind ik heel jammer. Is toch jammer? Vind ik heel jammer. De Hightower. Had een bijnaam, hij vocht.
En hij en had een reputatie nu. Ja. Hij had een reputatie van... Nu. Hij had echt van Badr gewonnen. Ja. Ja. En hij had een mooi verhaal ook. Want net wat je zegt. Weet je wat, hij kwam erin, werd heel die ring doorgerammeld. Ja. Ja, echt. Badr op zijn best, hij werd er doorheen gerammeld. Ja. En hij de grootste upset in kickboxing history misschien. Ja. Ja. Weet je? En die moest je vasthouden, vind ik. Ja. Kijk, tuurlijk wat op de dingen is gebeurd, op tribune gebeurd is. Kan je nu niet aan hem alleen maar schuiven, weet je? Het zijn een samenloop van omstandigheden. Is heel makkelijk. Hé, hey, geef je me een boete. Weet ik veel, levert 25% van je gage in, of weet ik veel schorsing, wat, weet je, schorsing. Ja. Maar sommige jongens zijn, hebben op doping gepakt en nog willen ze eigenlijk, ja, zouden ze die nog eerder eigenlijk helemaal uit de sport moeten gooien. Ja. Terwijl die komen gewoon weer wandelend terug. Simpel, ja. Dus een hele goede, Dodge doet, goede bij jou. Zeker. Ja. Dus, oké. Ja, Badr is hot topic. Anders pak je er nu nog eentje, toch? Mokko Warrior. Hallo Remy en Marinho. Het was weer een mooi event, Glory 98. Ook het publiek was fantastisch. Zeer sportief. Wel moeite om Badr weer zo te zien verliezen, al zag ik het wel aankomen. Is een legend divisie... Oh ja, ja, deze had ik al een keer gezien. Is een legend divisie of zoiets niet een idee waar de zwaargewichten op leeftijd mee kunnen doen? Zoals... Een Gita, een Badr, Spong, McSweeney, Zimmerman, Lebanier, Overeem, Samedov, Kokansaki, etc. Er zijn zoveel meer namen om die tegen elkaar te laten strijden. Kan je bijvoorbeeld een Legends event toevoegen? Voor het nostalgisch gevoel, voor de fans en voor de eer van de vechter. Een tempo lager, maar wel iets wat fans willen zien. Net zoals Mike Tyson versus Roy Jones bijvoorbeeld. Ja, ik heb die comment gelezen en in principe zou ik het wel leuk vinden. Ja. Alleen, ik zit wel te denken van heb je in je mooie jaren hard gevochten, veel klappen gehad, veel klappen uitgedeeld? Hoe loop je erbij als je plus 45 bent en wordt de damage dan niet twee keer zo groot? Begrijp je? Ja, weet je, dus, kijk, en de ene 45-jarige is de andere 45-jarige niet, weet je. Dus ik begrijp het wel wat hij zegt. En Roy Jones Jr. tegen Mike Tyson was nog best wel vermakelijk om naar te kijken. Ja. Kijk, je verwacht natuurlijk nog steeds die leuke dingen wat ze doen, weet je. Kijk, als ik straks weer in de ring stap, dan verwacht je toch een gesprongen knie die raak is. Maar als hij mis is of hij ziet er niet uit, dan is het toch net wat minder, weet je. Dus ik begrijp het wel. En niet allemaal zijn we door gaan trainen. Ja, maar ik denk ook dat zeg maar, toch een goed idee is. Alleen, ik denk dat op kickboksen nog het geld niet daar is waar het moet zijn. Snap je wat ik bedoel? Wat vooral voor die gasten zoals Badr, wat gaan ze vragen? Een heel event. Ja. Dat is wat ik bedoel. Dus het is niet de... Want ik kom ook niet meer van 20.000. Tenzij je voor 10.000 gaat of zo. In mijn nadagen kom ik gewoon nu voor een 10.000 aanlopen. Rot op, man. Rot op. Ja. Zelfs Sky gaat zo. Voor dat, papa. Ja, precies dat. Je gaat die dagen niet meer kunnen herbeleven. Nee. En voor de mensen, voor degenen die het zouden willen... Het zou misschien wel leuk zijn bij een event. Ja. Gewoon één, weet je, misschien, ik noem maar wat, een Spong tegen Saki. Ja. En dan moet je weer bij een ander event moet je weer één doen. Maar ik denk niet dat je meerdere van dat soort oud-gediende op één event... En ik moet ook tegelijkertijd zeggen, misschien moeten we die gedachten en die beelden koesteren van toen. Niet weer willen herinneren. Want weet is, hoe ouder je ook bent, als je 25 jaar bent en een klap komt, die kan je niet beter verwerken. Mm. Maar ben je straks een jaar of 48, 49 en die klap komt, misschien ben je straks dood. Zou zonde zijn. Toch? Ja, omdat je nog een partijtje wilde. Begrijp je? Voor die 10k. Wie zegt het? Voor die 10k. Wie was dat? Mokro Warrior. Ja. Nee, Mokro Warrior. Het is gewoon, we maken een foto met je. Het is oké, hoor, om een comment te geven. Mokro Warrior boos wordt. Ja. Hey, wil jij de hele aflevering bekijken? Check hem dan op warriorcode.com.